Hallo, heel hartelijk welkom weer bij taalklas.nl. Vandaag alweer de 10e aflevering. We gaan het hebben over het onderwerp vrienden. We beginnen weer met een filmpje. Kijkt u mee? Hey, een brief. Een brief van Jet. Lieve Ank, kom je zaterdag op mijn verjaardag? En ik wil zondag met jou naar het strand. Kom je? Je kunt blijven slapen. Tot zaterdag, Jet. Zaterdag ben ik vrij. Jet is jarig en ze wil naar het strand. Oh, ik ga. Ik ga met de trein. En ik blijf slapen. Ik ga mijn koffer pakken. Pyjama. Badpak, badhanddoek. Misschien gaan we wel zwemmen. Hoi. Oké, tot ziens. Joe, dag. Ja, met Ank? Hey Jet. Ik zit in de trein, ik kom eraan. Oh, je komt me halen. Nou, hartstikke fijn. Joe, tot straks. Hoi. Heb je misschien een vuurtje voor? Een vuurtje? Ik rook niet, ik rook geen sigaretten. Oh. Maar u mag hier helemaal niet roken. Niet? Nee, je mag niet meer roken in de trein. Dames en heren, goedemorgen. Zo dadelijk station Zandvoort. Dat is voor deze trein tevens het eindpunt. Station Zandvoort, eindpunt. Gefeliciteerd. Dank je. Hier zijn je. Oh, mijn bloemen, die liggen nog in de trein. En die trein rijdt weg. Hij blijft weg. Nou ja. Nou, dat geeft helemaal niks. Nee. Kom op, we gaan naar het strand. Oké. Ike, hallo. Lekker. Lekker, hè? Heerlijk. Strand en de zee. Ik kan er uren naar kijken. Jij? Lekker zonnetje erbij. Hé, hey, een haringkar. Trek in een haringkie. Lekker. Oké. Nou. In plaats van bloemen. Oh. Gefeliciteerd. Neem dat schaaltje ja. Er ook bij. Dankjewel. Ja, daar gaat hij mij. 1, 2. Vandaag bij me in de studio. Doré, Idris en Gular. Welkom. Fijn dat jullie er weer zijn. Hey Doré, je hebt meegekeken naar het filmpje? Ja hoor. Haring, eet je dat wel eens? Nee hoor. Vind je niet lekker? Nee, helemaal niet. Nee, ik ook niet. Hey, zou je me kort kunnen vertellen wat je gezien hebt, waar het filmpje over ging? Die film ging over twee vriendinnen. Ja. Een van die vriendinnen was jarig, dus zij wil op strand zijn verjaardag vieren. Ja. En die andere heeft uitnodiging gehad. Zij ging met de trein naar haar toe. Ja. En daarna... Zij ging naar het strand toe en een beetje genoten en haring gegeten. En haring gegeten, juist. Ja. Hey Idris, maar wat gebeurde er nog meer in die trein? Want zij liet iets liggen. Een bloemtje heeft vergeten in de trein. Hij heeft het voor haar vriendin meegenomen. Had ze een bloem gekocht en vergeet ze het nog, hè? Ligt ze in de trein. Nou ja. Hey Idris, schrijf jij wel eens een brief? Ja, wat soms. Ja? Ja. In het Nederlands toevallig? Heel kort brieven wel in Nederlands. Oké. Okay. Maar bijvoorbeeld als ik met mijn... mobiel telefoon abonnement opgeven, ik schrijf wel een briefje. Ja, ja. Als ik wil een verzekering opgeven, ik wil vanaf deze datum opgeven mijn verzekeringen. Ja. En zo'n korte brief, ik schrijf wel, maar als je zegt een lange, dat kan ik nog niet. Dat kan je nog niet, dat komt vanzelf. Ja. Ja. Laten we beginnen met de oefeningen. Ik noem een woord en jullie moeten zeggen welk plaatje erbij hoort. Het eerste woord, Gular, is... De bloem. De bloem. Zie jij de bloem op plaatje 1, 2 of 3? De bloem staat plaatje 1. Plaatje 1 is de bloem. Juist. Gular, de trein. De trein. De trein staat op plaatje 3. Plaatje
vraagje 3 is de trein en het vuur. Het vuur, Gular. Het vuur staat op plaatje 3. Juist. Idris. Het stripboek. Het stripboek. Ik zie het stripboek op de plaatje 1. Juist. En de brief. Waar zie je een brief? Ik zie de brief op de plaatje 1. Juist. En het station. Het station. Ik zie het station ook op plaatje 1. Juist, plaatje 1 is het station. Ja. Doré. De koffer. De koffer. De koffer staat op plaatje 3. Juist, dat is de koffer. En Doré, waar zie jij het strand? Het strand. Het is strand op plaatje 3. Juist. Het wiel. Het wiel. Het wiel is op plaatje 2. Voor jou, Idris. De sigaret. De sigaret. Plaatje 1, 2 of 3? Ik zie de sigaret op plaatje 2. Juist. En de laatste voor jou is de telefoon. De telefoon. Ik zie de telefoon op plaatje 3. Juist. En de laatste, die zijn voor u. Twee schriften. Twee schriften. Ziet u dat op plaatje 1, 2 of 3? Twee schriften. Gular, wat denk jij? Twee schriften staat op plaatje 2. Juist. Nog één voor u. De klok. De klok. Plaatje 1, 2 of 3. De klok. Gular? De klok staat op plaatje 3. Juist. En de laatste voor u. De buik. De buik. Plaatje 1, 2 of 3. De buik. Gular? De buik staat op plaatje 2. Juist, hè? Plaatje 2 wijst iemand naar zijn buik. Juist. Is de volgende zin goed of niet goed? Geef het goede antwoord. Idris. Jet krijgt een brief van Ank. Is dat goed of niet goed? Dat is wel goed. Dat is goed. Juist. Doré. Jet gaat met de bus naar Ank toe. Is dat goed of niet goed? Is niet goed. Ze ging met die trein naartoe. Juist. Voor jou, Idris. Jet geeft de man in de trein een vuurtje. Nee, Jet geeft geen vuurtje. Dat is niet goed. Niet goed. Hè? Wat zegt ze? Weet je dat nog? Ze zegt, je mag niet hier roken. Juist. Het is verboden. Gular. Jet wil Ank bloemen geven. Jet wil Ank bloemen geven. Is dat goed of niet goed? Dat is niet goed. Jet vergeet een bloemen in de trein. Dat is wel goed. Jet wil Ank bloemen geven. He, ze wil wel bloemen geven, maar ze kan het natuurlijk niet, omdat ze die bloemen vergeten geeft. Was. Ja. Maar ze wil het wel, want ze heeft ze wel verkocht. Zie je? Ja. En deze is voor u. Jet en Ank eten vis aan het strand. Jet en Ank eten vis aan het strand. Is dat goed of niet goed? Wat denkt u? Gular, wat denk jij? Is dat goed? Dat is goed. Juist. De volgende oefening. We gaan oefenen met enkelvoud en meervoud. Ik zal het u nog even uitleggen. Deze woorden zijn enkelvoud. Eén boek, één bank, één beker thee en één zomer. Hier staan woorden in het meervoud. Twee boeken, vier banken, twee bekers thee en 10 zomers. En u ziet dat je het meervoud op twee manieren kan maken. Door en achter het woord te plakken. Het boek wordt boeken. En ook bij bank. Eén bank wordt vier banken. En door een S erachter te plakken. Eén beker, twee bekers. En één zomer, twee zomers. Nou, het is best een beetje lastig, daarom gaan we er ook mee oefenen. Zeg de woorden in het meervoud. Gular. Eén bloem, 10. Bloemen, met EN. Eén wiel, 4. Wielen, met EN. Wielen, juist. Idris, één strand, 2. Stranden, EN achter. Juist, twee stranden, wordt gewoon EN erachter geplakt. Eén gordijn, Idris, en 2. Gordijnen. Twee gordijnen, juist. En deze zijn voor u. Eén boek, 100. Doré? Boeken, 100. Met EN. Boeken, juist. Yeah. En nog één voor u, moet ik zeggen. Eén vork. 5.
Vorken met EN. Juist. Nou, nu krijgen we woorden die een S krijgen in het meervoud. Idris. 1 koffer, 2 koffers. Koffers. Dat komt achteraan. 1 zomer, Idris. 2 zomers. Ja. 1 moeder, Idris. 2 moeders. Of 4 moeders. Maakt niet uit hoeveel. Met een S erachter. En Idris, 1 vakantie. 2 vakanties. Weer goed. Deze is voor u. 1 station, 2 station met een S of EN erachter. Doré? Stations met S. 2 stations, juist. En nog één voor u, 1 lepel en het meervoud van lepel, Doré. Lepels met S. Prima. Nou, nu gaan we ze door elkaar gooien, dus nu moet je echt kiezen tussen EN erachter of juist een S. Idris, jij mag beginnen. 1 wiel. Wat is het meervoud van een wiel? 2 wiels. 2 wiels. Nee. Oh, dat is van wielen. 2 wielen of 3 wielen. Dus wielen is het meervoud van wiel. Nog één voor jou, Idris. 1 agent. 2 agenten. Juist. Idris, 1 station. 2 stations. Weer goed. 1 bloem, Gular. 2 of meer bloemen. 2 of meer bloemen. 1 brief, Idris, 1 brief. 2 brieven. 2 brieven. Hé, zie je wat hier gebeurt? 1 brief, ik zie hier een F staan. En hier zie ik een V staan. Ja, dat is altijd veranderd. Als F is in meervoud, die F verandert in V. Juist, hè? En dat heeft te maken met de uitspraak. Ja. En want je zegt 1 brief en brieven. Ja. Juist. En deze is weer voor u. 1 strand, 2 of meer. Doré? Strand. Strands? Nee, stranden. Stranden. Hè? Ja. 2 of meer stranden. Ja. 1 vork. Wat denkt u? Vorks of vorken? Vorken. Vorken, denk Doré, en dat heb je helemaal goed gedacht. 1 boek. Wat denkt u? Is het boeks of boeken? Doré? Boeken. Boeken, juist. En 1 moeder. En wat is het meervoud van moeder? Moeders of moederen? Doré. Natuurlijk, moeders. Moeders, natuurlijk. Juist, heb je goed. We gaan zo weer luisteren naar muziek en het liedje gaat over vrienden, over vriendschap. Doré, heb jij ook vrienden? Ja hoor. Ja? Ja, ik heb heel lieve 2 vriendinnen heb ik. Leuk. Ja. En vind je dat belangrijk? Vind ik zelf heel belangrijk hoor. Soms voor die blijheid verdelen, soms verdrietigheid verdelen. Ja. Je hebt toch iemand nodig. Ja, je kan alles en daarvoor heb je goede vriendinnen. Ja, nou dat is mooi toch? Ja, precies. Hey, en wat vind jij leuk om met je vriendinnen te doen? Ja, een beetje winkelen, een beetje uitgaan. Ja, ja, sommige dingen is wel. Ja. En meestal winkelen, dat vind ik wel leuk. Ja. Nou, klinkt gezellig, toch? Ja. Nou, laten we gaan kijken en luisteren natuurlijk naar een liedje over vrienden. Jan droomt vaak al, zie je het niet. Soms met ogen dicht, maar soms ook niet. Maakt niet uit waar Jan ook gaat, snurken kan hij ook op straat. Jan droomt vaak al, zie je het niet, soms met ogen dicht, maar soms ook niet. Jan is eenzaam en alleen, dus droomt hij vele vrienden om zich heen. Vrienden, zegt Jan, zijn wel knus, maar maken soms ook ruzie dus. Ook al ben ik vaak alleen, ik droom gewoon mijn vrienden om me heen. Jan steekt graag een checkie aan, die hij ook gewoon weer uit laat gaan. Hij staat te schommelen en te wiegen, dromen dat hij weg kan vliegen. Jan steekt graag een checkie aan, die hij ook gewoon weer uit laat gaan. Eens liep Jan op zijn gemak, toen gleed hij onderuit door hondenkak.
De hond zijn baas zei vroeg of laat, kun je raden hoe dat gaat? Droom je weg op je gemak, glijd je onderuit door hondenkak. Sinds die tijd draag je hem vertrouwd, een wekker die hem altijd wakker houdt. Jan heeft vrienden om zich heen, die houden hem ook op de been. Sinds die tijd draag je hem vertrouwd, een wekker die hem altijd wakker houdt. Nou, we zijn alweer toe aan de volgende oefening en dat is een werkwoordsoefening. Weet u nog wat het zijn, werkwoorden? Gular, weet jij nog wat het zijn? Ja, werkwoorden, lezen, luisteren, eten. Eten, hè, lopen, fietsen. Hè, en zo kan je nog veel meer voorbeelden verzinnen. En werkwoorden zijn doelwoorden, hè, dat zijn actiewoorden. Nou, we gaan er even mee oefenen. Kies het goede woord. Ik, puntje, 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 een koffer. Gular, je kan kiezen tussen heb, strand en trein. Wat is het goede woord? Ik heb een koffer. Ik heb een koffer. En heb is dan het werkwoord. Jij, puntje, puntje, een jas. Jij, puntje, puntje, een jas, Gular. Je kan kiezen tussen vuur, brief of draagt. Jij draagt een jas. Jij draagt een jas. En draagt is dan weer het werkwoord. Idris, hij, puntje, 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 in de lucht. Je kan kiezen uit vliegt, auto en paraplu. Hij vliegt in de lucht. Hij vliegt in de lucht. Hij denkt dat hij kan vliegen. En vliegt noemen we dan het werkwoord. Ja. Jet en Ank, puntje, puntje, vrienden. Idris, telefoon, zijn of vis? Jet en Ank zijn vrienden. Juist. Nog één voor u. Wij, puntje, puntje, naar school. Wij, puntje, puntje, naar school. En u kunt kiezen uit gaan, bloem en schrift. Wat is hier het goede woord? Wat denkt u? Doree? Wij gaan naar school. Wij gaan naar school. Juist, ja. En gaan noemen we dan weer het werkwoord. Nou, we gaan nog verder oefenen met die werkwoorden. Doree, zou jij deze drie zinnen voor willen lezen? En dan gaan we daarna bekijken welke zin goed is. Ik maak een ruzie, ik maak ruzie, ik maak ruzie. Juist. In tweede zin, ik maak ruzie, dat de juiste zin is. Juist, dan kan je dat ook uitleggen. Omdat het enkelvoud is, ik, dus kom, maak, die stamp alleen komt. Juist, heb je heel goed uitgelegd. En hier staat maken, ja, en meer. Maakt. Ja. En we hebben afgesproken, bij de ik-vorm, ja, hoeft er niks achter. Nee. Idris, zou je zo willen voorlezen? Je bent veel... Je hebt veel vrienden. Je hebt veel vrienden. Jij hebben veel vrienden. De eerste, jij hebt veel vrienden. Dat is wel een juiste zin. Heb je goed. En is werkwoord met T is tweede persoon. Ja, bij de jij-vorm krijg je een T erachter. En hier staat heb en zonder T. En hier staat hebben, dus die is ook niet goed. Gular. Hij gaat op vakantie, hij gaat op vakantie, hij gaat op vakantie. Tweede zin is goed, hij gaat op vakantie. Bij de hij-vorm komt er inderdaad een T achter. En hier staat ga zonder T en hier staat gaan met een N. Dus de tweede zin is goed. Nog één voor jou, Gular. Wij raad het antwoord, wij raad het antwoord, wij raden het antwoord. Derde zin is goed. Wij raden het antwoord. Wij twee of meer persoon, meervoud, dus raden. Juist, hè, daar komt er en achter. Ja. En geen t, hè, en het eindigt ook niet op een d. Dus wij raden het antwoord is de goede zin. En dan heb ik er nog één voor u. Welke zin is goed? Zin 1. Jullie glijden uit over de poep. Of is zin 2 goed? Jullie glijdt uit over de poep. Of is het zin 3? Jullie glijdt met een extra T uit over de poep. Is het 1, 2 of 3? Wat denkt u? En wat denk jij, Idris? Ik denk, eerste zin is goed. Jullie glijden uit over de poep. Ja, het is meervoud en dan komt er EN achter. In deze oefening moet u steeds het goede woord kiezen. Wat is goed? Steek je vuur af... Of steek je vuur aan, Doree?
Je steekt je vuur aan. Je steekt vuur aan. Aan is het goede woord. Nog één voor jou, Doree. Staat de auto op of onder zijn wielen? Staat de auto op of onder zijn wielen? Auto staat op de wielen. Staat op de wielen, hè? Aan de onderkant. Eronder zou niet echt handig zijn. Idris, staat het kind tussen de familie of boven de familie? Hier zie je een kind staan. Is dat tussen de familie of boven de familie? De kind staat tussen de familie. Tussen de familie. En anders zou ze ergens hierboven moeten staan. Maar ze staat er gezellig tussen. En deze is voor u. Rijdt een trein een station over of binnen? Rijdt een trein een station over of binnen? Wat is het goede woord? Gular, wat denk jij? Ik denk, rijdt een trein een station over. Nee. Hij rijdt een station binnen. He, als hij erover rijdt, dan gaat er iets niet goed. Hij rijdt er naar binnen. Maar is een beetje lastig hoor. Nog één voor u. Is de vakantie over 7 dagen of achter 7 dagen? Dus is de vakantie over 7 dagen of achter 7 dagen? Welk woord is hier goed? Gular, wat denk jij? Is de vakantie over 7 dagen? Die heb jij goed. Is de vakantie over 7 dagen. Juist. We zijn er weer toe aan de laatste oefening. Nou, dit is weer de puzzel. Wat hoort bij elkaar? Nou, we hebben de zinnen. Je kunt het roken. Komt ieder jaar terug. Is het zand langs de zee? Het is heel warm. Het komt met de post. Het zit onder de auto. En dit zijn de woorden. Het vuur. De sigaret, het wiel, de verjaardag, het strand en de brief. Nou, wat hoort er bij elkaar? De eerste, je kunt het roken. Doree, zou jij willen beginnen? Je kunt het roken, het vuur, die hoort het bij. Het vuur? Nee. Kun je het vuur roken? Ja, het vuur rookt wel natuurlijk, hè? Maar sigaret. Sigaret. Juist, die kan je roken. Ja. Nog één voor jou, Doree. Komt ieder jaar terug. Wat komt ieder jaar terug? Je verjaardag. Die komt elke jaar terug. Juist. Ja. Idris, is het zand langs de zee? Hoe noemen we dat? We noemen het strand. Het strand. Die horen bij elkaar. En Idris, het is heel warm. Het is heel warm, het vuur. Het vuur, kijk. En daar hoort het vuur bij. Ja. En deze is voor u thuis. Het komt met de post. Het komt met de post. Gular? Het komt met de post, de brief. Ja, dat hoort bij de brief. Dat zagen we ook in het filmpje. En het zit onder de auto. Wat denkt u? Het zit onder de auto. En er blijft er eigenlijk maar één over, hè, Gular? Het wiel. Het wiel zit onder de auto. Had u ze allemaal goed? Nou, misschien denkt u wel, ik wil nog veel meer Nederlands leren. Hè? Dan moet u natuurlijk nog veel meer oefenen. Dat kan. Dat kan op internet. Zit er alweer op voor vandaag. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid. Bedankt dat jullie mij en de kijker thuis hebben willen helpen. Ik wil u ook hartelijk bedanken voor het kijken. Ik hoop dat u weer het een en ander geleerd heeft. En wilt u nog meer leren? Kijk dan volgende keer weer naar taalklas.nl. Tot dan!